What's good, Kelvin? En dat nog een keer. Dit was echt mis. Tenen krommelen wat ik ooit gezien heb in mijn leven. Ik heb geen goede imitatie. Nee. Goedemiddag, dames en heren, jongens en meisjes. What's good, Kelvin? Ik ben hier met Geert Wilders. Ja. Dit veel. Wat is dit? Oké, zeg het maar. Wie ben je? Wat doe je? Wat wil je met je leven bereiken? Nou, ik ben Gabi Blazer. Hoi. Gabi met een geen Gabi, Gaby, gewoon Gabi. Ik Gaby voel me dus echt onprettig als ik Gabi zeg. Dat vind het ik echt. Het komt er ook een beetje moeilijk uit. Ja, het is gewoon een beetje alsof je aan het gorgelt tegelijkertijd. Je kan jezelf toch gewoon Gabi noemen? Dat is toch toffer dan Gabi? Ja, maar gadverdamme. Ja. Nou, maar wie heeft dat nou bepaald dan? Ja, mijn papa en mijn mama. Zullen we ze even bellen? Fatima. Ja. Pap! Wat was dit nou? Ik wist dat hij me... Oké, we zijn nu... Fatima? We vroegen ons af, nou ja, hij vroeg zich af waarom je mij Gabi hebt genoemd en niet de Gabi. Omdat de Gabi, Gabi is Hollands, Gabi. En dan zei ze, dan ging iedereen een Gabi noemen, ik zeg steeds Gabi. Okay. Hollands, oké. Maar nou. Gabi rolt lekker van de tong. Gabi? Ja. Ja, maar in Amsterdam is het gewoon Gabi. Oké. Bedankt meneer, bedankt voor je input. Tot zover de vader van Gabi. Hoe heet hij? Dennis. Geert. Garel. Govert. Hoe heet hij? Dennis, met één N. Echt? Ja, hij heeft gewoon een soort zwak voor debiele namen. Dennis met één N? Ja. Gabi is degene die binnen een jas draagt, what the fuck? Nee, dat is gewoon een leerjasje. Dat is gewoon helemaal geen buitenjas. Oké. Het is gewoon... Oké. Vind je niet leuk? Jawel, ja. We hebben een videoclip gemaakt een tijdje geleden. Die is online. Gabi heeft een reactie. Gabi heeft kut. Kanonnen. Gabi heeft een reactie. Oké, noem jij me gewoon Claire alsjeblieft. Oké, Claire heeft de reacties nog niet gezien. Ik heb ze wel gezien. Maar altijd als ik een liedje uitbreng, ga ik een week later zitten en kijk ik naar wat het internet ervan vindt. En vandaag leek het me leuk om dat met deze madame te doen, omdat je nogal een prominente rol had in de videoclip. Ja, was echt jazeker. Leuk. Het was echt een hele leuke dag. Ja, ik vond vooral de kots scène, waar we zo goed op hebben geoefend, vond ik echt leuk. Het kots shot was goud. Het was echt, het was heerlijk. Voor de mensen die zich afvragen wat het dan was. Wat? Oh, Chocobel! Maar die hele straat lag vol, het was vreselijk. Ja, het was heerlijk. Ik vond het echt een hele leuke draaidag. Nou, wat fijn. En ik vond jou ook, zeg maar, gezelliger dan verwacht. Oh, echt? Die koppen. Ik zie er zo ongezellig uit. Je had natuurlijk een vooroordeel eerder. Ik had een vooroordeel. Ja, je hebt ik een vooroordeel. Ik was ook een beetje bang voor jou. Hoezo dat nou weer? Nee, ging je maar eerst zelf. Nou ja, ik dacht gewoon, dit is gewoon zo'n influencer kut die het op de telefoon gaat zitten en hem eigenlijk helemaal geen zin in deze draaidag heeft. Het was echt een vooroordeel gewoon. Ja. Ik vond het echt superleuk. Ja, ik vond het ook lachen. Nu jij met je vooroordeel. Go. Ja, maar luister. Ja, maar ik dacht wel, hij heeft heel veel volgers en zo. En hij heeft eigenlijk veel te druk voor dit. Maar dit doet hij even tussendoor. En dan vraag je hoe het gaat, of ik het leuk vind. Ik denk, ik hang er maar een beetje bij. Maar het was echt super gezellig. We hebben echt tot 2 uur 's nachts echt lol gehad. Hoe zou je zo kunnen denken over mij? Zou je zo kunnen denken over mij als persoon en als mens? Normaal het fijn dat ik niet vertelde, maar dat was zo gaaf. Gabi. Laten we overgaan op de orde van de dag. Namelijk, Mutchik, de videoclip, het liedje wat gaat over het feit dat wat als je beste vriend verandert in een prachtige vrouw. Die prachtige vrouw kon ik helaas niet vinden, dus toen heb ik Gabi gevraagd. Dat is gewoon tweede keer. Nee, grapje. Ik vind het niet normaal. We gaan beginnen. We gaan kijken naar de reacties. Ja. Wat er gebeurt is, je doet dat. Ja, ik heb topcomments aangezet. Dat betekent dat gewoon de topcomments bovenaan komen. Je verwacht het niet, hè? Nee, doe even dan. Ik weet helemaal niet hoe het werkt. Joh. Meer autotune dan botox in haar lippen. Oh, dat is wel echt veel autotune dan. Maar het leuke is ook dat botox niet in lippen gaat. Dus okay. Moet je even inlezen. Oh, het is ook wel grappig dat je dat dan weet. Tuurlijk weet ik dat. Ja. Ik ben ook niet van gisteren. Maar waar gaat botox dan wel in? In de voorhoofd. In je voorhoofd. Hier, zo. Ik heb dat niet. Nou, ik moet denk ik wel beginnen eraan, eerlijk. Ik heb best wel van die ja, het is echt niet om aan te zien. Wat vindt Nina hiervan? Like als je dit ook afvraagt. Nina? Hey liefje. Hallo. Oh, alsof ik jullie kind ben of zo. Mensen vragen zich af wat je van de videoclip vindt en vond. En, nou, ik heb wel eens erger dingen gezien. Oké. Okay. Mensen die zich afvragen of we nog bij elkaar zijn, want dat is nogal een, ja, dat was ook wel een dingetje besproken onderwerp. Ja. Nee, maar jij hebt letterlijk wel eens video's gemaakt met billen voelen van vrouwen. Dat je zo'n chick haar borsten ging voelen en zo. Heb ik nooit gedaan. Jawel, dat staat echt online. Nee. Kijk, Nina Waringje en ik zijn nog hartstikke verliefd op elkaar, volgens mij. Ik wel op haar. Maar we hebben besloten om nu met z'n drieën verder te gaan, ja. Een soort van polygamie. En broccoli. Nou ja, eventjes de reden waarom jij de rol niet van Gabi hebt vervuld in de videoclip. Omdat ik gewoon zo'n ordinair wijf wilde. Nee,
Gabi. Ja, maar eerlijk, dat ben ik ook wel. Nee. Het is wel zo. Nou ja, ik wilde gewoon iemand gewoon even ineens uit het niets. Hoe praat je nou niet. Goed dan? Nou ja, gewoon dat. Maar ja, je bent voor mij gewoon een soort van... Ja, je bent echt mijn liefde. Dus dan zou ik dat scheef vinden. Jij bent een ordinair. Nou, dankjewel. Ik heb nog steeds dit gaat hartstikke goed. En joe. Oké, okay, zal ik anders gewoon weggaan? Dat jullie met z'n tweeën. Ja, misschien wel beter. Tot zover dit diepte interview. Je hebt veel aardige dingen gezegd. Leuk liedje, maar je hebt het niet de mooiste meisje uitgekozen. Meisjes ook. Meisjes, als eentje. Wat wil je tegen Your Game Productions zeggen? Niks. Dit vind ik persoonlijk te veel autotune. Kijk, weet je wat het is met de autotune? Maar dat is toch helemaal van nu? Autotune is keihard, vind ik. Maar er zijn toch heel veel artiesten die autotune gebruiken? Ja, daarom. Maar mensen, mensen hebben het van mij nog nooit gehoord. De andere liedjes die ik maakte waren ook misschien gewoon met autotune. Misschien moet je gewoon een keer een hele vlog in autotune doen. Ja! Lekker met z'n allen! What's good? We zijn er weer voor een nieuwe video. Zo klinkt het dus een hele video met autotune. Ja. In het echt klinkt het zo. Nou, daar word je dus niet gelukkig van. Weet je wat het is? Kijk, het refrein... Dames en heren, jongens en meisjes, het is tijd voor een lesje. Ik had het refrein bedacht en dat ging zo. Wat als mijn mattie mijn chick was? En toen hadden we hem ingezongen en toen dacht ik... Beetje saaiig. Dus misschien. Toen dacht ik, wat als we gewoon octaaf hoger pakken en dat we het even gaan sleutelen. En dan komt het echt zo aan in je brein. En nu als je over straat loopt, dan fluit je zo... Super nice man, weer zo'n goed liedje, super leuk. En join inderdaad Calvin. Man, hoe heb je zoveel inspiratie, maar ik snap het echt niet. Dikke shout-out naar Calvin. Hey, woo. Fuck ja, yeah, bro. I will own you. Vind je dat grappig? Dat is gewoon een toffe naam. Hoezo lach jij zonder geluid? Jij hebt dit. Hoeveel autotune wil je hebben? Nou, tan toe veel. Ja. Wauw, als Calvin autotune gebruikt, krijgt hij geen haat. Maar als Femke Louise het doet wel. Hoezo geen haat? Iedereen heeft het erover. Ja, echt zo. Reageer op Calvin met Chick featuring Kabi Blazer. Oh, shit, ik zie het nu pas. En Gaby. Okay. Hallo kijkers van dit kanaal, ik ben Bram. Bram Derksen. En ik doe mijn best om video's te uploaden. Voor jullie ben ik altijd HD. Zijn fijn zijn, abonneer en like. Nou, nee. Die kun je krijgen. Nee. Ik eerst gelijk. Mike maker, oh nee, Bram heet hij. Ja, Bram maak er even een schee van. Mag ik jullie attenderen op het feit dat Gabi tot zover voor het allereerste echt een YouTube video opneemt? Ja. En dat je het bijzonder goed doet, vind ik. Totaal niet. Het is wel scheef verkeerde, weet je toch wel. Compliment! Scheef verkeerde, dat weet je toch wel. Bram, nou, je bent toch een beetje mijn vriend. Ja, toch. Hey, weet je wat ik even zou vertellen aan de kijkers hier? Er was nog een tovenaar. Oh ja, waar is hij? Ja, die heb ik eruit gehaald. Waarom? Want anders werd die intro een minuut. En dat werkte gewoon niet echt lekker. Het was ook een man die gewoon even zijn zaterdagmiddag heeft opgeofferd om voor ons een tovenaar te spelen. Dus hier nog heel eventjes het shot van de tovenaar. Lekker Bram. Geniaal. Weet je waar mensen over gingen zeiken? Dat de controller niet aanstaat. Ja, maar daar hadden we het wel over. Daar hebben we het over gehad. Ja. Maar dat kwam omdat de PlayStation die was niet die was meegenomen. Fijn dat je weer eens om me lacht en niet vraagt. Hey, kijk, hij kan echt zo goed gewoon, hoe moet je het noemen? Hij kan goed zingen, laat maar zeggen. Hij kan goede tekst schrijven, ik weet niet of hij het zelf doet. Hij kan ook gewoon echt ziek goed editen, jongen. Het is gewoon echt... Ik heb hem niet zelf geëdit. Ik heb wel de edit begeleid. Ik heb de tekst al zelf geschreven. Met iemand anders. Je doet eigenlijk alles samen met iemand. Hoezo? Dat weet ik niet. Ja, het is wel waar, het is wel waar. Maar het was een grap. Elke fout, elke week, elke maand is een flip. Jij was stervensbang hier voor die nerfgun. Mijn god. Ik vond echt alles leuk, maar dat ik dat ding... Het was gewoon een nerfgun. Daar gaat het niet om. Je kan iemand gewoon door zijn ogen heen. Ja, dat kan. Jij bent best wel een soort van, oh leuk, bam, en dan dat ik straks geen oog meer heb. Oké. Okay. Op de bank, dat is geen probleem, zo chill, want ze blijven... Ah, dit is sick, ouwe. Hij... Haha, die kwam. Niet op hoop. We zijn al vier nachten aan de zuip, zo chill. Tenminste, dit is denk ik wat ik wil, moet je... Hè, dat stukje heeft hij zelf gemaakt. Dat heeft hij zelf gedaan. Dat schatten. Komt-ie? Ja! Lekker Bram, jij snapt het leven. Jij wordt later echt gewoon een womanizer. Dat weet ik nu al. Nee, zoals vies, hè, die blik straks. Ja, die tong is geniaal.
Toen je dit deed, was het wel dat we echt allemaal stonden. Wat? Doe je dit nou echt gewoon? Ik vond het geniaal. Hey, recensent Bram gaat officieel nu zijn eindoordeel geven. Ik vind het fucking spannend. Ik ook. Ik loop te zweten. Alles is zo hard, nu gaan we even refreshen. En hij heeft nu 195 weergave toen we gingen aanklikken. Hij heeft nu 11k. Als wij dat ooit gaan halen, als wij de 11k halen, dan ga ik kaal. Ga allemaal Bram toe! Eerste link in de beschrijving is Brams video. Ga er naartoe, 11k. Bram gaat kaal, let's go. StarTube.nl. Fijn heeft een nieuw nummer gedropt. We gaan erop reageren. Mag ik even heel even snel? Zeg het, go. Waarom moet die koptelefoon zo enorm groot? Ja, het is gewoon stoer. Echt? Is dat... Jezus, deze stoel krakt gewoon door. Kijk dan. Ze gaat te lul. Sorry. Ik wil even zijn eindoordeel weten. Het zit goed in elkaar. Het is gewoon weer goed in elkaar. En leuk dat er weer een soort comedy en verhaallijn in zit. Dat houdt het gewoon lekker levendig. Calvijn. Tof nummer. Ik weet niet of je het gaat zien, waarschijnlijk niet. Als je het ziet, je bent een topper. Dankjewel, baas. Fucking love you, man. Forever. In my heart. Wat is dit nou weer? Hey, RobTube. Rob. Hoe is ie, vriend? Rob reageert wel vaker op mijn dingen. Ja? Ja. Gekke autotune. Ik word gewoon echt heel gedist nu terwijl ik erbij sta gewoon. Maar hij gaat wel op terugkomen. Hij janst wel hoor. Komt die dames en heren, jongens en meisjes, het eindoordeel van RobTube. Wat zal hij vertellen? Grapje, lieverd. Ik hou van je. Oh. Wow, deze was hard, man. Bedankt voor het kijken naar deze video. Dit was hem. RobTube, dankjewel voor je recensie, man. I fucking love you. Jij vond het geen reet aan. Nee. Tot zover. Wat vind je? De reacties vallen toch best wel mee. Het is toch wel eens erg. Het is alleen maar autotune. Ja. Komt er ook nog iets over mij? Iets over botox in, maar verder. Nee, maar dat viel toch reeds mee. Ja. De bal laat ze niet vallen. Ik ben nog steeds.